team zit klaar voor een nieuw woonprobleem. Wie van de stylisten past het best bij het huis van Tanja en Richard? Goedemorgen. Nou, ik heb er weer eentje bij me, hoor. Dit zijn de moodboards van Tanja en Richard uit Lexmond. We wonen in een heel mooi dijkhuisje met uitzicht op de Lek. Het huis hebben ze 3 jaar geleden gekocht. En eigenlijk willen ze er nooit meer weg. Alleen het probleem is dat ze het niet eens kunnen worden over het interieur. Waar kennen we dat van? Ja, dat hebben we gehoord. Laten we ons eens even buigen over dat interieur. Dit zijn de moodboards. En wat je heel goed kan zien is dat hij wel van kleur houdt. Ja. Verrassend. Ja, maar wel rustig aan. En zij hunken toch wel een beetje naar warmte en zachtheid in het interieur. Contrasterend, die harde kleuren met dat wit. Ja. Dat grijs-wit. Groot contrast. Ik vind het niet warm. Het mist echt gezelligheid in zo'n dijkhuis. Er staat wel een heel mooie potkachel in die keuken. Onder een schouw, maar die schouw is dan weer redelijk strak meegeschilderd. Volgens mij kan het gezelliger. Ja. En ik vind het vooral heel zwaar in de woonkamer. Ja, dat is het. Zware, logge meubelen en allemaal grijs en donker. Ik vind dit dijkhuis wel echt zo'n case waar het radicaal anders moet. Hier moet frisheid in, heel veel meer licht. En dan kijk ik naar de overkant. Frans, hij is op je lijf geschreven. Ja. En ik denk dat jij er iets heel moois van kan maken. Frans begrijpt als geen ander de liefde voor design. Hij is natuurlijk stylist en die liefde voor design heeft Tanja ook heel sterk. Maar daarnaast is hij ook opgegroeid op het Zeeuwse platteland. Dus dat nuchtere van Richard, daar kan hij zich ook heel goed in vinden. En die twee werelden kan Frans als geen ander samenbrengen. Loop lekker door. Dit is die tafel.